Meer dan 40 jaar geleden ging deze man aan de slag bij de politie. Het is een baan die hem blijkbaar wel bekoorde. Want nog steeds werkt hij er, zei het op een andere positie. Welkom bij politieman Bram van Duivenvoorde. Goedemorgen. Goeiedag. Hallo. Ter degen. Bram van Duivenvoorde. Ik ben op zoek naar de politieagent. Nou, dan zal ik me even omkleden. En hier is dan de politieman. Wat is precies je functie bij de politie? Ik ben op dit moment operationeel leidinggevend op de meldkamer. Dat houdt in dat het team mensen wat dus de 112 telefoon opneemt, daar ben ik leidinggevende van en die moet ik daar ook in faciliteren, zodat ze hun werk goed kunnen doen. Ik werk al sinds 1975 bij de politie. Dan heb je eerst je opleiding. Daarna heb ik een aantal jaren straatdienst gedaan. Ik heb een aantal jaren bij de recherche gezeten. En nu werk ik al 21 jaar op de meldkamer. In? Haarlem. Heel bizar is dat als mensen soms zelf even niet weten hoe bepaalde dingen moeten, een stukje paniek bijvoorbeeld, dan bellen ze 112. En dat doen ze ook als het stroom uitvalt. En als je dan zegt van, ja, maar dan moeten niet bij ons zijn, maar bij Liander of bij de leverancier. Ja, maar die zijn gesloten. En jullie zijn er altijd. Hetzelfde is in de winter bijvoorbeeld van, is het ijs betrouwbaar? Ja, gebeurt. Bel eens de politie. 112, is het ijs betrouwbaar? Dat ja. Weten we niet. Bel de gemeente maar. Je hebt dus ook op straat gewerkt, heftige situaties meegemaakt? Ja, best wel. Ja. Zoals? Bijvoorbeeld een keer een incident, een koolmonoxidevergiftiging van een gezinnetje. Vader, moeder en een kindje van 2,5. Alle drie om het leven gekomen door een defect aan de kachel. De drie meldkamers die we in Noord-Holland hadden, zijn kort geleden, vorige week, samengevoegd tot één grote meldkamer van Noord-Holland. Dus het is erg lastig om daar nu een filmreportage te maken. Maar ik heb wel een foto van mijn werkplek waarin ik kan uitleggen wat we ongeveer doen. Kijk, dit is een foto nog van mijn oude werkplek. En daar zie je dat wij 5 schermen voor ons neus hebben staan. Deze 2 schermen, dat is het meldingensysteem. 4e scherm, een scherm waarop we kunnen zien waar de eenheden zitten. En dan hebben we het meest rechtse scherm, dat is een videoconferentie, waarmee we 3 maal per dag in ieder geval contact hebben met alle meldkamers in Nederland van de politie. Nou, naast de columns die ik nu schrijf voor Ter Degen, heb ik ook medewerking toegezet aan de zomerfair van Ter Degen. Ik hoop 2 keer daar een workshop te geven. En als je nog meer wil horen of vragen wilt stellen, kom dan daar naartoe. En dan hoop ik je te zien.